heel wat struizen hoop om het tijd te doen keren ligt bij deze Michael Goossens. 30 jaar en al een turbulent voetballeven achter zich. Maar naar eigen zeggen nog veel gemotiveerd om er bij STVV dit seizoen wat van te maken. 18e minuut van de wedstrijd, Nordin Djebari. Van de bal gezet door Diawara. Die dan dom de bal verliest, inspeelt bij Gent. Met name Koreman kan ermee aan de haal gaan. Koreman buitenom, Djebari aanspelen, voorzet, afgeweken. En Koreman, centimeter scheelde dat, bijna stond A-agent 1-0 voor. Aan de basis lag balverlies van Diawara. De aanval van Gent die hierop volgde was de eerste gevaarlijke van de wedstrijd. Koreman zag hem bijna binnengaan. Ruim 13 minuten gespeeld bij deze hoekschop voor Björn de Koning van A-agent. En een ongoal. En zo staat het. 1-0 voor Gent. De maker van de ongoal is Claude Kalissa. Bij zijn heroptreden na die zware beenbreuk in de Interland in Rwanda oktober vorig jaar. Bijna een jaar buiten strijd. En dan deze rentree. De hoekschop was goed aangesneden. Het missen of het half doorkoppen van Koreman lag aan de basis van die eigen doeltrappen van deze Claude Kalissa. Sneu voor de Rwandees, maar het zij zo. Gent 1, Sint-Truiden 0. Franke. Kalissa. Dat was weer geen goede bal. En die had hij wel beter kunnen geven. Djebari maakt het niet af. Claude Kalissa, ja, nog wat van slag, meen ik. Na die ongoal geeft hier een bal heel dom weg. Mag je nooit doen, zo centraal inspelen zonder kijken. En dan schiet Djebari te snel en te hoog. En wat ruimte was er voor Koreman die de bal te vroeg stuurt. Had nog wat terreinwinst kunnen boeken en oprukken. Intussen Heinal voor Sint-Truiden. Schot uit de tweede lijn in de handen van Erpoel. Eerste schot tussen de palen van Sint-Truiden. En dat na 29 minuten. Komt van de Hongaar Tamás Heinal. Van Imschoot voor De Broe. Goossens, knap hakje, De Broe. En bal meegenomen door De Loge. Drie steun van Heinal. Gaat De Loge het zelf doen. Gaat neer in een duel met Koreman. Die de bal had, zegt hij. Maar Alain Amer floot een overtreding en afgaande op dit beeld lijkt dat een terechte beslissing. In het slotkwartier van de eerste helft is Sint-Truiden al een paar keer gevaarlijk kunnen worden met een vrijschop. Stilstaande fase, zo'n kans komt er opnieuw. Misschien levert ze nu wel wat op. Opnieuw Tamás Heinal achter de bal, maar ook Tom van Imschoot. Het wordt Van Imschoot met links en Erpoel met moeite. Van Imschoot met een knal en Erpoel zag hem moeilijk komen en weggeveegd met het been. De Loge. De Broe. Laatste seconde van de toegevoegde tijd lopen. Goossens nog met een actie. Maar hij kan ze niet afwerken. Teruggekopte bal van Wouter Franke tot bij Erpoel. En zo eindigt de eerste helft hier op een edel voorsprong voor A-agent. Een ongoal van Claude Kalissa. Afgelegd voor Mamouni. Diepste man is Sherat. Boussoufa naar Nordin Djebari. Sherat centraal. 2-4. Dat is een voorzet. Benic met de vuisten. En Sherat komt stevig inlopen. En de doelman werd in de kleine rechthoek aangevallen. En dat is altijd een overtreding. Vrijschop met Koreman. Mamouni is mee en Djebari, maar die komt de bal over het doel van Belic. Laat ons dit maar een doelpoging noemen. Meer hebben we tot dusver na de rust niet te zien gekregen. Hoekschop Gent op 12 minuten van het einde met Björn de Koning. De man die aan de basis lag met zijn corner van de 1-0. Dit is een hoge bal en ook deze gaat binnen. Het is Nordin Djebari. De dubbele salto erbovenop en Gent 2-0 voor en daarmee lijkt de wedstrijd op 11 minuten van het einde gespeeld.
De corner was goed aangesneden met links, outswinger. Pelic kon er niet bij en Spari knikte de bal simpelweg binnen. Gent 2, Sint-Truiden 0. De Keulaar. Slecht ontzet. Van Imschoot. U weet wat voor een mooie goal die Maarten op Anderlecht. Deze ging erover. Goede inspanning van Benji de Keulaar. Kort na de 2-0. Van Imschoot met bijna opnieuw een wereldgoal. Maar het scheelde wel een meter dit keer. Vrijschop met Van Imschoot. Naar binnen gekopt door Kaars. En die bal gaat ook binnen. De aansluitingstreffer voor Thomas Kaars. Zoals al aangegeven, de man die er na dit seizoen mee ophoudt. Het topvoetbal vaarwel zegt. Maar hij brengt Sint-Truiden op 7 minuten van het einde terug in de wedstrijd. Daarnet voorafgaande discussie over een mogelijke tweede gele kaart voor de koning. Dat was niet het geval. En dan die vrijschop naar Thomas Kaas en Herpoel geklopt. Verrast door die botsende kopbal. 2-1. Precies 1 minuut nog bij deze vrijschop van Tom van Imschoot voor Sint-Truiden. Die jaagt de bal ver naar voren. Ipua legt hem terug. En dan Diabaté. En in tweede instantie overgetrapt door Mathieu Beda. Maar hier was Sint-Truiden heel dichtbij de gelijkmaker. Ja, ze blijven ervoor gaan. Ze blijven in hun kansen geloven tot in en met de laatste seconde. Diabaté eerst via een Gentse speler in de voeten van Beda. Ipua. Voor zich van Noorwegen, Samuel Ipua. En geen risico genomen door Lombaerts. Einde van de wedstrijd. Gent wint. Maar het was nagelbijt op het einde. Die 2-0 was niet zo geruststellend als we konden vermoeden. Kaas bracht weer even hoop en leven in Sint-Truiden. Dat uiteindelijk met lege handen moet terugkeren. Het was een matige wedstrijd. Gewonnen door Gent met 2-1.